Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video gaan we een limited editie van Catrice uittesten, namelijk de Magic Christmas Story. Dit is een collectie die op dit moment in de winkels ligt en het zijn dus allemaal producten waarmee je dus een beetje in de kerstsferen zou kunnen komen. Ik ga in deze video meer informatie geven over de collectie en we gaan uiteraard de producten samen uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar de collectie of het de moeite waard is om voor naar de winkel te gaan, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb eventjes het persbericht erbij gepakt, zodat ik ook eventjes kan vertellen wat Catrice zelf over deze collectie zegt. Volgens Catrice is het geweldigste van het kerstseizoen de magische sprookjes die ons terugvoeren in de tijd en ons betoveren met hun verhalen. Een voorbeeld daarvan is de Notenkraker. Die heeft magische werelden en unieke karakters als Moeder Ginger en de Sugar Plum Fairy. De kerstcollectie is ook geïnspireerd op dit sprookje. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken het sprookje niet. Hij neemt je dus mee naar een betoverende wereld vol feestelijke looks. En het zouden ook perfecte cadeautjes zijn voor je bestie, volgens Catrice. Ik zal de prijs even in beeld neerzetten wat de producten kosten. En ik begin even met het oogschaduwpaletten, dat is deze. Daar staat inderdaad ook die notenkraker op. Ik moet zeggen dat ik die notenkraker alleen maar ken van bij de Action. Bij de Action hebben ze al een aantal jaar van die notenkraker poppen staan. En daar herken ik hem van, omdat ik het sprookje dus niet ken. Maar deze paletten, heel erg mooi. Ik vind het ook wel leuk, want Catrice komt niet elk jaar met een kerstcollectie. Dit oogschaduwpaletten heeft na een C01 de Nutcracker gekregen. En is dus heel erg mooi goud. Met glitters. Er zit ook een spiegel in, die hebben ze voor het eerst een keertje afgeplakt. Dat doen ze normaal niet, maar die kun je dus afhalen. En dit zijn de kleuren die erin zitten. Volgens Catrice heeft het palet alles wat je nodig hebt. Hij heeft 9 winterse oogschaduwkleuren met verschillende effecten in rood, blauw en mauve tinten. Bieden sprankelende kerstvibes en zouden een langhoudende feestelijke ooglook creëren. Dat is eigenlijk wat Catrice er zelf over zegt. Ik zal even een paar kleurtjes opnemen. Ik vind hem wel heel poederig, moet ik zeggen. En dit is dan de pigmentatie. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik vind de pens ook wel lekker groot, dus dat vind ik altijd wel een groot pluspunt. Dus ik ben heel benieuwd naar het oogschaduwpaletten, maar ik vind het uiterlijk in ieder geval al prachtig om te zien. Dus dat is deze. Dan hebben ze 2 cheeklighters en dat zijn deze. Ook hier staat die notenkraker weer op en die zien er dus zo uit. Ik heb hier allereerst de naam C01 Mother Ginger, dat is dus deze. En de tweede heeft de naam 02 Sugar Plum Fairy gekregen. En dat hadden we natuurlijk al een beetje kunnen verwachten, aangezien het persbericht het al een beetje aankondigt. Volgens Catrice zou je mooie kerstherinneringen kunnen maken met deze cheeklighter. Want ze hebben een zacht glanzend effect en ze bieden een glowy highlight. Ze hebben een vloeibare en opbouwende textuur en is goed te blenden. En je zou hem dus heel makkelijk en precies kunnen aanbrengen met een kussentjesapplicator. Nou, dat heb ik dus even bekeken en ik moet zeggen, ik kreeg er een amper product uit. Want dat ziet er dus zo uit, dat applicatortje. En dan ga ik heel even proberen wat het doet. Maar ik heb dit geprobeerd van de week al even. En ik moet zeggen, ik moet heel hard knijpen. En er gebeurt niks. Dus ik vraag me af of ik dit ga kunnen uittesten. Want ik knijp en ik veeg. Maar ik ben zo bang als ik te hard knijp dat die hele tube een soort van kapot geknepen wordt. Er gebeurt gewoon echt letterlijk niks. Ik ga het eventjes proberen. Dan zal ik even kijken of ik toch een swatch kan maken voor jullie. Ik ga even een plaatje in beeld zetten van de swatch, want ik moet echt even kijken of ik een product uitkrijg, want het kost me echt heel veel moeite. Dus dat ga ik zo wel even proberen, dat we sowieso hem wel kunnen uittesten. Maar de swatch, daar zal ik even dus een plaatje van die beeld neerzetten, want ik krijg ze echt bijna niet aan de praat, zeg maar. Gewoon qua swatchen. Er komt gewoon heel weinig uit. Of eigenlijk niks.
Dan hebben we 3 lipsticks. En die vind ik ook wel heel leuk, want ook hier komt die notenkraker weer in terug. Ze hebben allemaal dezelfde huls, maar ze hebben dan... Notenkraker heeft zeg maar allemaal op alle 3 een ander kleurtje. De liplooks gaan allemaal over de winter vibes. Ze zouden een romige, niet drogende formule hebben. Het zijn ultra satin lipsticks en ze zouden een langhoudende finish creëren. Ze hebben een glanzende satijn look. En zijn dus verkrijgbaar in 3 kleuren, zoals je net kon zien. En ze zouden ook nog eens hoog gepigmenteerd zijn. Ik heb hier allereerst de C03 Dancing Snowflakes. Die ziet er zo uit. Heel leuk, ik zal hem even openmaken. Ik vind de lipstick zelf ook heel mooi om te zien. Want kijk, ze hebben een hele mooie afloop, ronding. Ik vind het er heel mooi uitzien. Deze zal ik eventjes gelijk zwartje. Ik laat ze nu alleen niet op volgorde zien, maar dat maakt niet uit. Het gaat denk ik om het idee dat je ze goed kunt zien. Dan hebben we hier de C02 Passe de Deux. En dat is deze. Ook een leuk kleurtje. Iets wat meer roodachtig. Heel erg leuk. En de laatste die wij hebben, dat is de C01 Celebrations of Dances. Dat is deze. En die is echt rood. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Die ziet er dan zo uit. Heel mooi. Hier is dan even de swatch. Dan zie je ze echt van 1, 2 en 3. Ik vind het wel hele leuke kleurtjes. Lipsticks vind ik altijd leuk als die erbij zitten. Dan hadden ze ook nog een product wat ik niet heb gekocht. Dat zijn de manicure nagelfolies. Die hadden ze dus ook. Die heb ik dan zelf niet gekocht. Maar daar kun je dus eigenlijk ook je nagels mee beplakken. Dan heb ik wel de nagellakjes. 3 kleuren. En dat zijn deze. Ze beloven dat je nagels ontvliekt zullen zijn. Ze hebben een ondoorzichtige finish en de blauwe kleur heeft een duochroom glitter effect. En de rood en gouden kleur die zijn, hebben eigenlijk geen effect. Ze beloven verder eigenlijk niet zo heel erg veel. Nou, ik kan er ook best wel kort over zijn. Ik zal eerst even de namen opnoemen. Het blauwe heeft de naam C01 Land of Snow gekregen. Die ziet er dus zo uit. Die heb ik dus op dit moment ook op. En die blauwe, ik moet heel eerlijk met je zijn, hij chipt echt heel snel. En het zijn niet de goedkoopste nagellakjes die er zijn. Daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Het kwastje is verder heel basic. Dikke prima eigenlijk. Maar die blauwe, die chipte echt heel snel. De andere kleuren heb ik zelf nog niet geprobeerd. Dus daar kan ik hier eigenlijk nog niks over zeggen qua langdurigheid en zo. Maar de blauwe, ik heb hem nu ook weer even bijgewerkt voor deze video. Maar die bleef echt heel slecht zitten. De rode kleur heeft de naam C03 Land of Sweets gekregen. Nou, dat is gewoon rood. En rood is altijd goed met kerst, denk ik. En de gouden kleur heeft de naam C02. Clara's Adventures gekregen. En die vind ik ook wel heel bijzonder om te zien, die gouden kleur. Dus dit zijn de producten. Ik ga even proberen of de cheat lights aan de gang krijg, want dan kunnen we de producten gaan uitproberen. Oké, jongens, het was eventjes een heel gedoe, maar er zit hier dus iets wat je open en dicht kunt draaien. Hij stond dus op dicht en nu draai ik hem open en dan komt er dus product uit. Dus ik zou ze nu gewoon nog eventjes voor jullie kunnen swatchen. En nou komt er gewoon gelijk product uit. Dus dan laat ik de swatch alsnog wel eventjes zien. Maar het was niet zo heel slim van mij. Want hij zat dus gewoon dicht. Maar zo ziet de swatch er dus uit. We gaan vandaag voor de rozige kleur. Maar het is wel even goed om te weten. Dus als je hem niet open hebt, dan komt er ook niks uit. Ik was aan het knijpen en aan het doen, maar ik heb hem eindelijk gevonden. Ik ga al eventjes mijn haarbandje in doen en dan gaan we hem aanbrengen. Oké, nou zoals je kan zien is die nu ook gekleurd, omdat er dus nu product uitkomt. Zo. Dus we gaan het nu even proberen hoe het eruit ziet.
En dan hoef je ook helemaal niet zo hard te wrijven. Ja, dat ziet er wel gelijk mooi uit. Ik ga hem zo wel even goed blenden hoor, want dit ziet er zo ook niet heel mooi uit. Het ruikt heel lekker. Het ruikt een beetje naar chocola. Ruikt hij naar lekker. Oh, dat is wel echt lekker, die geur. Ik heb niet al te veel aangebracht, want ik wil niet dat het te over is. Ik ga hem wel gelijk dichtdraaien, want dan kan het ook niet gaan lekken. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar ik vind het wel een beetje slecht van mezelf dat ik het gewoon niet in de gaten had. Ga ik hem heel zachtjes een beetje blenden, zodat hij er even wat natuurlijker uitziet. Maar ja, het werkt op zich wel. En ik vind het er ook wel mooi uitzien, zo die glans. Heel natuurlijk eigenlijk. Ja, echt superleuk. Maar ja, dat is echt weer zoiets voor mij. Dat ik dat niet in de gaten heb, dat je dat open en dicht moet draaien. Maar goed, gelukkig kwam ik er uiteindelijk wel achter. Ja, ik vind hem echt mooi. Gewoon natuurlijk. In het begin, toen ik hem aanbracht, dacht ik echt van, wow! Maar uiteindelijk vind ik hem echt zo natuurlijk, omdat hij dus heel makkelijk blendt. Dus ik vind hem echt heel mooi. Je ziet nu echt gewoon zo'n mooie glans op het gezicht. Ja, ik vind hem heel erg leuk. Je hebt er niet zo heel veel van nodig. Je kunt hem natuurlijk opbouwen, dat is net wat je zelf wil. Maar ik vind dit eigenlijk zo hartstikke mooi. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. En die geur, oh, zo lekker. Ik heb hem nu gewoon een beetje in mijn neus zitten. Maar ik vind hem echt heel erg lekker, de geur. Dan gaan we door naar de ooglook. En ik ga wel een ooglook maken met de rode kleur. Ik ga ook nog een ooglook maken met het blauw. Maar ik ga een beetje voor het oranje, rood, paars, roze-achtig. Heel veel mensen vinden dat ik te veel van dezelfde ooglookkleur maak. Ik vind deze kleur gewoon een beetje bij de kerst passen. Maar ik zal de look die ik met de blauwe kleur heb gemaakt ook nog even het plaatje van die beeld neerzetten. Maar goed, ik ga dus nu beginnen. Oh, hij is lekker poederig. Met als basis de, even kijken welke kleur zal ik eens pakken, joh. Kon bijna niet kiezen. Ja, ik ga voor deze. Voor deze. En die ga ik dan proberen een beetje te mengen met het paars. Kan zijn dat dat niet werkt, maar dat gaan we dan wel zien. Dus die ga ik aanmengen. Wat ik wel een beetje al gelijk mis, die breng ik gewoon in de arcadeboog aan. Is een highlight kleurtje. Die zit er niet in. Dus dan pak ik gewoon een highlight kleurtje straks van mezelf. Kijken of ik jullie nog iets meer kan inzoomen. Maar volgens mij zit ik al op de max. Dat jullie het heel goed kunnen zien. Dus dat vind ik wel jammer. Maar goed, dat is niet anders. Die zit erop. Die heeft gelijk een goede pigmentatie. Je hebt niet heel veel nodig. Dat zie ik al meteen. Dus dat is wel heel fijn. Zo. Ja, die zie je al heel goed. Dus die zit er lekker op. Dan wil ik dus met die paarse kleur, en ik weet dus niet of dat gaat werken, met deze kleur wil ik daar dus een beetje mee ingaan. Maar net wat ik zeg, ik weet dus niet of dat dit werkt. Maar dat moeten we eventjes uitvogelen. Maar ik moet wel zeggen, het neemt gelijk goed op met de kwasten. Ik vrees ook dat die blauwe best wel intens gaat zijn hoor, die kleur. Oeh. Ik heb hem opgenomen. Oh, die is leuk. Die is heel leuk. Want juist omdat ik er nu een beetje mee overheen ga, zie je juist een beetje die glans. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Hij is echt leuk, want hij heeft, ja, hij heeft een soort glittertje. Glansje. Dat vind ik echt wel heel erg leuk. Ja, ik ben enthousiast gelijk. Andere kant ook natuurlijk. Is het een collectie die jullie ook al hebben gespot of waarvan je dacht, nou die laat ik lekker aan me voorbij gaan, want dat kan natuurlijk ook niet. Alles hoeft je aan te spreken. Ik was gelijk enthousiast, maar dat heb ik hem al snel. Kijk nou hoe leuk dat is. Ja, ik vind dat echt super leuk. We moeten natuurlijk wel heel goed blenden zo, dus ik weet niet wat er dan van overblijft, maar dat moeten we maar eventjes gaan zien. Ja, ik vind het hartstikke leuk zo. Ja, ik vind het echt heel leuk. We gaan hem eventjes blenden. Pakken jullie met de kerst uit met make-up of ja, is het iets wat jullie eigenlijk niet zou doen? Dat is altijd heel persoonlijk. Dit jaar weet ik het eigenlijk niet of ik met kerst heel erg ga uitpakken met make-up. Want kerst vier ik dit jaar alleen. Dus ja, leuk voor mezelf doe ik het wel hoor. Maar
Ja, ik weet nog niet of ik heel erg ga uitpakken, maar dat ga ik wel zien. Maar ik doe altijd net waar ik zin in heb. Ik zie wel dat ik hier ben ik iets te ver naar boven gegaan, zoals je kan zien. Dus je ziet wel iets verschil, maar ja, ik vind dat blenden er heel mooi uitzien. Ik ben echt heel enthousiast. Dan gaan we aan de buitenste ooghoek deze kleur doen, de rode kleur. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe die gaat zijn. Het is wel een kleur met een glimmertje, maar dat maakt me niet uit, want ik vind dat leuk. Hij neemt goed op de kwast. En die ga ik gewoon een beetje zo aanbrengen. Maar ik zie wel dat hij een klein beetje wegvalt, omdat ik die oranje kleur heb gebruikt. En die is best wel overheersend. Dan probeer ik hem wat op te bouwen. Maar ik heb wel het idee dat die wat meer wegvalt. Ik vind het ook nog wel spannend om met dat blauw te gaan werken, jongens. Want ik vrees dat die zo overheersend gaat zijn. Maar ja, dat hebben jullie inmiddels kunnen zien. Want de foto heeft er natuurlijk al ingestaan. Maar ja, ik moet hem natuurlijk nog gaan maken. Ik hou hem hier even bij. Ik ga hem niet te donker aanzetten. Want anders wordt het allemaal wel heel donker donker. Andere kant ook. Maar zoals je ziet, hij valt dus een klein beetje weg. Maar goed, dat ja, heb je soms. Daar doe je ook niks aan. Ga ik ook niet over wakker liggen of wat dan ook. Weet je, ik maak ook deze look voor het eerst. En ik vond dit wel een beetje bij de kerst passen. Die gaan we dan ook weer eventjes met elkaar blenden. Maar als ik zag hoe goed die andere twee kleuren met elkaar blenden, heb ik hier vertrouwen in. Op de een of andere manier denk ik van dit komt goed. Perfect. Nou ja, ik vind het perfect. Hoeven jullie natuurlijk niet te vinden. Prima. Dan gaan we met dit roze kleurtje op het bewegende ooglid. Dus deze. Om het een beetje af te maken. Ja, het is leuk. Het is misschien niet de beste look die ik ooit heb gemaakt. Maar ja, nogmaals, ik vond deze bij de kerst passen. Dus daarom heb ik deze look gemaakt. Helemaal leuk. Maar wat blendt dit goed, jongens? Wauw, ik ben helemaal onder de indruk. Zo, dan is dit de look geworden. Ik ga zelf nog eventjes een highlightertje toevoegen bij de wenkbrauwen en in de binnenkant van mijn oog. Dan ga ik hem even afmaken met een oogpotlood, mascara en eyeliner. En dan kom ik jullie terug om hem even te laten zien. Maar ik vind hem zo al hartstikke leuk geworden, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo, afgemaakt met een highlight, een eyeliner, oogpotlood en de mascara. En dan ziet hij er zo uit. Ik ben er in ieder geval heel tevreden over en heel erg blij mee. Dus ja, ik vind het palet er nu al heel geslaagd. Nou, de laatste stap is dan om een lipstick aan te brengen. En ik ga voor de rode kleur. Daar heb ik wel zin in. Dat brengt mij wel in de kerstvibes. Dus die ga ik aanbrengen. Ik heb op dit moment een beetje droge lippen, dus. Hij brengt lekker aan en makkelijk. Ik vind hem er wel heel mooi uitzien. Ik weet natuurlijk niet wat hij de loop van de dag gaat doen of hij zal blijven zitten, maar dat moet ik gewoon eventjes gaan uittesten. Maar ik vind hem er voor nu even heel erg mooi uitzien. Tijd voor de eindconclusie van de producten. Nou, na een beetje moeite ze toch in beweging gekregen ben ik over deze kleur hartstikke enthousiast. Die andere heb ik nog niet geprobeerd, maar ik vind het er heel mooi uitzien. Heel natuurlijk, het blendt lekker. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg enthousiast. En omdat je hem kunt opbouwen, kun je hem nog wat meer aanzetten. Ik heb hem nu een beetje natuurlijk gehouden, maar als je hem nog heftiger wil hebben, kun je dat dus gewoon heel makkelijk creëren. Dus ik ben enthousiast over deze. En ze hebben een hele lekkere geur.
Het oogschaduwpalet, ja, dat vind ik ook echt een fantastisch item. Zo mooi die kleuren qua pigmentatie. Het blendt lekker. Ja, je kunt er best wel veel kanten mee op. Ik ben heel enthousiast. Ik ben gewoon echt een beetje verbijsterd hoe goed dit ging. Dus ja, echt fantastisch. Als ik één minpuntje mag geven, jammer dat er geen highlight kleurtje in zit. Maar dat is ook het enige. Verder echt fantastisch. De nagellak ga ik verder niet meer bespreken, want daar heb ik mijn mening al een beetje over gegeven. De lipsticks, het zit er mooi op. Hij voelt heel fijn aan op mijn lippen. Goede pigmentatie ook. Ook gewoon echt een product wat gewoon heel erg lekker aanvoelt. Waar ik echt heel enthousiast over ben. Ik weet natuurlijk niet hoe hij de rest van de dag gaat blijven zitten als je gaat drinken of eten. Het kan zijn dat je iemand bij moet werken, maar voor nu vind ik hem echt prachtig. Dus daar ben ik ook heel enthousiast over. Wat dat betreft ben ik eigenlijk over de meeste producten wel enthousiast. Ja, die blauwe nagellak dan iets minder, maar ik weet dus niet hoe de andere kleuren het gaan doen. Dat moet ik zelf nog uittesten. Maar ik vind het in ieder geval een prachtige collectie waarvan ik zeker weet dat je een hele mooie kerstlook mee kunt maken. Waar je ook zeker mee aan je kersttafel zou kunnen verschijnen. Ik ben benieuwd wat jullie van deze collectie vinden. Of het een collectie is die je zou willen aanschaffen of dat het een collectie is die je zou laten liggen. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En ik hoop in ieder geval dat je een idee hebt kunnen krijgen wat de producten doen. En of het de moeite waard is om ze eventueel aan te schaffen. Ze liggen dus op dit moment in de winkel. Wel geld voor deze collectie op is op, want het is dus een limited editie. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje van mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je te zien bij een volgende video. Doeg!